Er is één ding wat gegarandeerd werkt. Hey, met mij. Mijn naam is Mattia en leuk dat je kijkt naar een video op mijn kanaal. Ik ga het zeggen hoor. Welkom bij de nieuwe serie. Workout met Call-out. Ja, we zijn voor de titel Workout met Call-out gegaan. Ik vind het namelijk een super grappige woordspeling. Omdat ik Call-out met mijn achternaam heet. En workout met Call-out, je past gewoon erbij. Dit was echt wat ik zocht. Grappige woordgrap. Ja, ik hou van woordgrappen, sorry. Toch ook informatief, want je weet, het gaat over workout, maar het gaat over workout in het algemeen. Hè. Er hangt een hele hoop aan vast. Fit met Mattia was zeker een goede tweede, maar er was net wat meer gestemd ook op workout met Call-out. En ik wil even shout-out geven naar Huub, want die heeft deze naam bedacht. En ik vond hem echt goud. Er waren echt hele grappige andere suggesties bij. Maar die waren niet zo informatief. Dat waren, ik ga even kijken op het lijstje. Everyday I'm muscling. Wait for it. Afo cardio. En don't not give up. Die waren, en ook heel veel Fitia. Helaas heeft het niet gehaald tegenover workout met Call-out. So, this is it. Leuk dat je kijkt naar de eerste video van Workout met Call-out. Ben jij nou nieuw hier en wil je vaker van dit soort video's zien? Zeker even abonneren, want dan krijg je altijd mijn video's in je inbox op YouTube. En laten we vandaag beginnen, zoals de titel ook al zegt, met afvallen. De beste manier om af te vallen. Dat ga ik jullie nu vertellen. Er is één ding wat gegarandeerd werkt en ik ga het jullie vertellen. Alleen, wil je het horen? Dat is de vraag, want jullie willen graag horen. Ja, ik heb nu een pilletje gevonden. Als je die slikt, ben je binnen 5 weken 10 kilo kwijt. Dat ga ik jullie niet vertellen. Ik ga jullie eerlijk vertellen hoe je afvalt. Op het internet kun je echt superveel vinden over hoe je snel moet afvallen. Maar wat werkt er nou echt? En wat is echt klinkklare onzin? Ik ga jullie sowieso een paar tips geven die jullie op weg gaan helpen. Resultaat krijgen met afvallen is 80% voeding en 20% trainen. Vaak hoor je, en misschien denk je dit zelf ook wel, van oh, ik moet echt superveel naar de sportschool om veel af te vallen. Nou, dat kan ik eventjes uit de wereld helpen. Dat hoeft niet. Of in ieder geval, het meeste gaat om voeding. En uiteraard, vaker naar de sportschool gaan om lekker te trainen, zeker een goed idee. Daar word je alleen maar beter van. Maar als jij je voedingspatroon er niet op aanpast, zal je weinig resultaat boeken. Het is echt super simpel. Om af te vallen, moet je minder calorieën binnenkrijgen dan dat je verbrandt. Hierdoor creëer je een calorietekort. En dan gaat jouw lichaam dus andere stoffen gebruiken om te verbranden. Vetten, die moeten weg. Of in ieder geval, hoeft van mij niet, hè. Body positivity, ik heb niks tegen vet. Ik hou van ieder mens, in welke vorm dan ook. Maar daar ga ik nu even niet verder op in, anders wordt het een hele lange video. We hebben het nu wel echt over afvallen en daarom heb je op deze video geklikt. Nu hoor ik je ook denken, oh, calorieën tellen, dat haat ik. Ja, dat snap ik. Dat is ook vervelend. En je hoeft ook echt niet je hele leven calorieën te tellen. Maar het is wel goed om eens te weten wat jij nou binnenkrijgt op een dag. Wat voor calorieën en wat er allemaal in jouw voeding zit. Oké, de volgende vraag is natuurlijk, hoe weet ik hoeveel calorieën ik verbrand op een dag? Je hebt op verschillende sportscholen heb je speciale weegschalen waar je dat kan berekenen. Als je erop gaat staan, dan meet die dat op een of andere manier. Maar je hebt ook websites waar je het in kan vullen. En dan baseert die het op gewicht, lengte en jouw activiteiten per dag. Dus of jij een fysiek beroep hebt of een zittend beroep. En aan de hand daarvan berekent hij hoeveel calorieën jij verbrandt. En dat is misschien niet zo accuraat als de weegschaal in je sportschool. Maar het geeft wel een goed beeld van hoeveel calorieën je verbrandt. Als we nou eventjes mij als voorbeeld nemen op zo'n website. Dan kan ik jullie het even doornemen en het is heel makkelijk. Ik vul dus in. Ik ben 27 jaar. Ik ben een vrouw. Female. Ik ben 1,69 meter. En ik heb geen idee hoeveel ik weeg. Maar ik denk dus 62 kilo. Dat is echt geen fit girl antwoord om te geven, want alle fit girls weten al exact hoeveel ze wegen. Maar ik heb echt alle even niet gewogen. Activity vul ik dus nu in little to no exercise. Nou sport ik wel, maar mijn beroep is zittend. Ik game de hele dag, dat is geen fysieke inspanning. Deze website zegt dat ik 1200 calorieën binnen mag krijgen als ik een halve kilo per week af wil vallen. Nou, dit is wel een hele fancy website dat hij dat zegt. Ik vind dat erg weinig, maar ja, ik wil ook een halve kilo per week afvallen, dus dan moet je ook heel weinig binnenkrijgen. En als ik hetzelfde gewicht zou willen blijven, zou ik dus 1700 calorieën
binnen moeten krijgen als ik verder niet sport. Bereken dit voor jezelf. Ik zal het linkje ook even in de beschrijving zetten van de website waar ik het over had. En ga dan morgen eens bijhouden op een app hoeveel calorieën je binnenkrijgt. En dan hoef je niet nou ineens anders te gaan eten dat je anders doet. Gewoon eens kijken van, oh, 's ochtends neem ik 2 boterhammen of 4 boterhammen. Tussen de middag neem ik er 6. En dit doe ik erop. Vergeet ook je boter niet. Je drinken. Al je drinken ook invoeren. En je avondeten. En vergeet daar ook niet bij de sausjes. Want die zijn heel belangrijk. Die zitten heel veel calorieën in. Hou het gewoon 1 dag bij. En doe niet speciaal voor omdat je die dag aan het bijhouden bent. Ineens veel minder eten. Gewoon een normale dag wat jij normaal eet. Ik denk dat het je heel erg zou verbazen hoeveel calorieën je binnenkrijgt. Terwijl je denkt dat je gezond bezig bent. Want je denkt, oh, ik heb brood gegeten met kaas. Dat is hartstikke gezond. Dat is niet hagelslag of zo. Het is geen bolletje met hagelslag. Nee, oké. Dat is waar. Dan weet je wel een beetje van, oh, er zit toch best wel veel calorieën in dit product. Wat ik dacht dat heel gezond was. Of er zitten juist heel veel suikers hierin. Dat had ik niet verwacht. Het is toch een verse jus d'orange. Het is toch super gezond. Gezonde... Er zitten gezonde suiker, ja, fruitsuikers zijn ook gewoon suikers. Hè? Het is niet dat jouw lichaam denkt van, oh, dit zijn fruitsuikers. Nou, hier gaan we bloemetjes van maken. Nee, dan maken ze ook gewoon, dat is gewoon glucose dat omgezet wordt in vetten als het niet verbrand wordt. Daarover ga ik ook niet veel verder door in deze video. Een app die je kan gebruiken hiervoor om die calorieën bij te houden, of bij te houden wat je eet, is MyFitnessPal. Daar staat bijna alles in en deze heb ik in het verleden ook altijd gebruikt en die werkt verder prima. Nadat je dit een dag of meerdere dagen hebt bijgehouden, kun je gaan kijken welke producten nou veel calorieën bevatten. Waarschijnlijk heb je het al een beetje door als je het aan het invullen bent. Voor deze producten zou je dus eigenlijk caloriearme variant moeten zoeken. Het is dus belangrijk dat jij geen drastische aanpassingen gaat doen in jouw voedingspatroon. Ik kan dit niet vaak genoeg zeggen. Als jij van de ene dag op de andere dag totaal anders gaat leven dan dat je daarvoor gaat doen, dan kan ik je verzekeren dat je dat niet langer gaat volhouden dan 3 weken. Misschien 4. Maar dat ga jij nooit je hele leven volhouden. Probeer kleine aanpassingen te maken die jou schikken. En waar je van kan zeggen, dit ga ik de rest van mijn leven kunnen volhouden. Dus kleine aanpassingen over time zullen jouw levensstijl verbeteren. Ja, daarvan zul je zeker merken dat je gaat afvallen. Dit is namelijk een aanpassing van jouw ongezonde leefstijl. En dit zal jou op lange termijn kilo's laten afvallen. Ik denk persoonlijk dat je lekkerder in je vel gaat zitten. Beter kan concentreren op je werk of op school. Je fitter gaat voelen, maar misschien ook wel lekkerder slapen. En gezonde voeding kan je overal mee helpen. Ik denk dat ik nog wel uren hierover door kan praten. En dat merk je denk ik ook wel aan deze video. Dat ik over ieder onderwerp zeg, ja, daar gaan we niet over hebben verder. Daar wil ik het allemaal over gaan hebben in andere workout met call-out video's. Maar nu hou ik het even hierbij. Als je echt denkt, van, ik moet echt iets veranderen, help me Mathia. Laat het me zeker weten, want ik wil jullie echt graag helpen. Daarom maak ik deze serie. Nou, nu heb ik jullie de basics van afvallen verteld. En het wordt een beetje een pittig lange video. Ik hoop hem onder de 15 minuten te houden. Maar met deze basics kun je zeker aan de slag. Dat weet ik zeker. En probeer kleine aanpassingen in je levensstijl. En ga niet voor een 12 weken fitter, in fit leven, fit girl lifestyle. Nee, doe er even wat langer over. Want ik weet zeker dat je dan juist die aanpassingen gaat accepteren en ook gaat toepassen voor de rest van je leven. Voor de clickbait titel ga ik nog wel even 5 tips. 5 tips geven om af te vallen. Tip 1, dat is de allerbelangrijkste en die heb ik van Nikki geleerd. Drink geen calorieën. I said it. Blijf bij water of neem een cola zero in plaats van een cola. Het scheelt zoveel. Calorieën drinken is het meest zonde wat er is. Want je mag al niet veel calorieën om af te vallen. Dan ga je ze ook nog drinken waar je dus helemaal niet vol van raakt. Niet doen. Geen calorieën meer drinken. Tip 2. Doe geen sausjes door je eten. Probeer olies, vetten, alles. Alles slice it down. Geen olies, geen sausjes, geen niks door je eten. En als je het op smaak wil brengen, want ik kan me voorstellen dat een droge aardappel of een droge broccoli niet echt lekker appetijtelijk is. Kies dan voor kruiden. Beetje zout of peper of een ander lichte kruid. Werkt top! Het smaakt prima en geen calorieën. Tip 3. Tip 3 is ook heel belangrijk. Als jij trek krijgt. Ik mag geen honger zeggen. Ik mag niet zeggen als ik honger krijg. Maar stel je krijgt trek. Dat heb je allemaal wel eens. Dat je even denkt van, oh, ik moet wat eten.
Neem dan een glas water. Neem een glas water, wacht een kwartiertje en kijk of je nog steeds trek hebt. Het werkt heel goed. Minstens 2 liter water per dag is helemaal goed. Drink dus een glas water voordat je gaat eten en kijk of je dan nog steeds zoveel honger hebt als dat je denkt dat je hebt. Als gamer heb ik best wel veel zin om te snacken tijdens het gamen. En ik kan die craving soms niet loslaten. En soms pak ik chips als ik dat kan veroorloven die week. Als ik veel sport heb. Maar wat ik ook vaak in huis heb is komkommer. Die snij ik al van tevoren en die staat als een bakje in mijn koelkast. En als ik dan zin om te snacken heb. En dat is letterlijk, ik heb zin om te kauwen. Iets in mijn mond. Een soort concentratiedingetje. Dan neem ik gewoon een komkommer. En eet ik dat. Wil je ze nou wat zout? Doe een beetje zout op je komkommer. Ja, het leven is makkelijk. Komkommer zit geen calorieën in. Hè, het is een klein, misschien hou je niet van komkommer. Maar dan is in ieder geval je koubehoefte gestild. En dan mijn laatste tip. Tip 5. Plan van tevoren wat je die dag gaat eten. Zet dit op je app. Check of de calorieën in orde zijn. En probeer dit dan ook voor te bereiden. Hierdoor kies je ook geen last minute als je trek hebt. Weet je wel, een ongezonde maaltijd. En over meal preps, voorbereiden van je eten, ga ik nog een hele video maken. Maar dat is heel erg fijn als jij voedsel voorbereidt. Als je weet wat je gaat eten die dag, dan ga je ook geen onverstandige keuzes maken. Dat waren mijn 5 tips om af te vallen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. En natuurlijk ook aan mijn hele lange verhaal daarvoor. Is heel belangrijk en echt eerlijk. Ik weet dat dat niet is wat je wil horen, maar dat is wel hoe het zit. Dus doe ermee wat je wil. En als je naar me luistert, dan ga je je doelen halen. Zeker in 2020. In de volgende video ga ik het hebben over wat ik eet op een dag en hoe ik ervoor zorg dat ik binnen mijn calorieën blijf. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar mijn eerste workout met koolhout video. Vergeet uiteraard niet om te abonneren en een duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. En dan zie ik jullie volgende week. Doeg!